Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. Ik ga vandaag het eerste bier reviewen wat ik van Hoekbier gekregen heb. Je hebt misschien wel het pakketje op Instagram voorbij zien komen. Je hebt er ook een filmpje van gemaakt. Staat op mijn IGTV. Kun je hem checken. Ik heb twee bieren van hun gekregen. Eigenlijk vier. Ik kreeg elk bier twee keer. Een donkel Weizen, die heb ik hier. Die gaan we vandaag reviewen. En nog een blond bier. Een label met een varken erop. Zoals je ziet. Ik zal even lezen wat er achterop het etiket staat. Want dat is... Hij heeft wel enige uitleg nodig, in ieder geval het varken. Donker tarwe bier uit Holden staat er bovenop. Dunkelweidse keunenbier, wat tussen haakjes staat, is gebrouwen ter ere van de keunenfeesten. Geen flauw idee wat dat is, maar dat wordt hier uitgelegd. Het jaarlijkse dorpfeest in Holden. Het varken, in onze streektaal een keun genaamd, verwijst naar de varkenskoppen in het wapen van Holten. Donders lekker tarwebier met karakter en kleur. Proost. De eigenschappen. Keunenbier is een kruidig, zacht en karamelmoutig van smaak. Ongefilterd, bovengistend bier dat op de fles is gerijpt. Gelieve koel en donker en staan te bewaren. De ingrediënten zijn water, geroosterde gerstemout, tarwemout, hop. Oh, de mout is trouwens Weizen. De hop is halftouw, perlen en mozaïek. En Weizen Stefanergist. 6%. Tenminste houdbaar tot 1-6-2020. Hoekbier heeft ook een website. Hoekbier.nl. Ik zal een linkje onderaan de video even plaatsen. Kun je even kijken op de website. Zitten ook op Instagram en Facebook. Een dunkel Weizen. Ik vind het altijd een beetje een aparte stijl. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar... Wat vind je überhaupt van de stijl dunkel Weizen? Laat even weten onderaan de video. Ik vind het op zich wel lekker. Maar het... Ja... Ik weet het niet. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Laten we het daarop houden. Zoals je misschien in mijn videootje op Instagram kon zien, is dat het glas niet overleefd had. Maar ze hebben gewoon nog even leuk een nieuw glas opgestuurd. Dat is dan wel weer netjes. Waarvoor bedankt, uiteraard. We gaan hem even inschenken. Ziet eruit als een bier met een hele mooie schuimkraag. Zoals je ziet. Of je het kan zien. Ja, echt een hele mooie schuimkraag. Vrij donkere kleur. Wat je uiteraard kan verwachten van een dunkel Weizen. Je kan er doorheen kijken. Echt heel veel koolzuur wat omhoog komt. Het is een beetje een licht bruinige, robijnachtige kleur. Klein beetje hazy, niet heel erg. En een mooie, cremige en zeer compacte schuimkraag. Met heel veel kleine belletjes. En wat grote belletjes. En... Ik weet niet of je het kan horen. Ik kan even de mic erbij houden. Maar de schuimkraag of het koolzuur hoor je echt helemaal gaan in het glas. Nou, het ziet er heel goed uit. We gaan gewoon even ruiken. Ja, heel moutig, zoetig, karamel.
Dat is eigenlijk wat er opkomt in mij als ik het ruik. Het heeft niet een heel erg wijzende karakter. In ieder geval in de neus. Vooral moutig en heel veel karamel, zoet. Schuimkraag blijft er nog mooi op staan trouwens. We gaan hem gewoon even proeven. Ook bier bedankt voor dit bier. Cheers. Oké. Ik proef een licht. Fruitige toon. Hij proeft heel fris. Dat zocht ik. Heel fris. Heel klein bittertje. Maar vooral heel moutig. Zoet. Een beetje. Smoky eigenlijk ook. Van het een beetje gebrande mout. Ook. Dit had ik niet verwacht als ik een donkere weizen. Ik had toch meer een. Een wijzend karakter verwacht van het bier. Heeft iets rokerigs. Echt zeer minimaal. Maar het heeft het zeker. Ja. Apart. Apart, apart. Ik had toch het idee. Ja, je trekt natuurlijk iets open. En je leest achterop wat het is. Wat voor soort bier het is. En dan schept er toch een bepaalde verwachting. Maar die is heel anders. Hij komt heel anders uit de doeken dan had ik gedacht. Op een slechte manier? Maar, nou, ja, op zich niet. Ja, is het mindblowing? Nee, nee. Maar ik denk dat de stijl ook niet mindblowing is. Dus een prima bier eigenlijk. Laat even onderaan de video, zoals ik al zei, even weten wat je van de stijl überhaupt vindt. Ken je bieren van Hoekbier? Laat even weten wat je ervan vindt. Ik moet natuurlijk niet vergeten om het bier een cijfer te geven. Ik geef hem een. Die schuimkraag is trouwens wel heel mooi. Ja, puntjes daarvoor. Hij krijgt van mij een 3,25. Echt gewoon een goede voldoende. Zeker. Ja, hij is heel. Hij is anders dan wat ik verwacht had. Maar zeker lekker. Een mooie voldoende 3,25 uit de 5. Zoals ik al zei, ik zal onderaan de video even een linkje plaatsen van Hoekbier. Onderaan de video. Je vindt ook linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. Linkje naar de Dutch Beer Collective. Waar je van allerlei reviews kunt vinden. Een kleine agenda met ja, waar wij aanwezig zullen zijn. Dit was hem weer voor deze review. Ik wil iedereen bedanken die volgt. Volg je nog niet? Klik even op het abonneerknopje en op het belletje, zodat je geen review meer mist. En heb je commentaar, laat het onderaan de video even weten. En dan ga ik ze zeker lezen en zeker antwoorden. Dit was hem weer voor deze review. Ik zou zeggen, proost. En tot de volgende keer.